Greenport, West-Noord-Oostland, eerste Greenport in Nederland met een energieakkoord. Belangrijk, belangrijk voor de Greenport, vooral ook belangrijk voor een klimaatneutrale glastuinbouw en voor deze regio. Top! Heb je me? Ja. Ja, top. Kijk, alsjeblieft. Ja. Ja. We hebben zojuist het energieakkoord Greenport getekend. Een akkoord waarbij de tuinbouw, kennisinstellingen en overheden met elkaar afspreken de Greenport in 2050 klimaatneutraal te maken. Zo worden er bijvoorbeeld vanaf nu alleen nog maar klimaatneutrale kassen gebouwd. Een belangrijk akkoord, want Lansingerland wil ook in 2050 klimaatneutraal zijn. De glastuinbouw is daarbij een grote energieverbruiker en gebruiker van gas. Als het ons lukt om de glastuinbouw over te schakelen op bijvoorbeeld restwarmte uit de Rotterdamse haven of geothermie uit de grond, dan maken we een enorme stap naar een klimaatneutrale gemeente in 2050. En daar gaan we voor. Vandaag een heugelijke dag, want met meer dan 30 partijen tekenen we de energieakkoord van de Greenport. De eerste Greenport in Nederland, het cluster voor de glastuinbouw, die een energieakkoord met elkaar afsluit. Dit is de volgende stap in versnelling van de energietransitie. Overheden helpen ondernemers daarbij om deze stappen te maken. En samen komen we veel verder. Ik ben er trots op dat wij dit vanuit de Greenport hebben kunnen initiëren.